Dus we hebben een kort filmpje gemaakt van 3 minuten over het voorbije jaar, over 2017. Dan hebben we de voordracht over het planetarium, en dus de geschiedenis van planetarium, ook dat van Urania, door Roger van der Linden en Jeff van Kepp. Schitterend verhaal, dat doet het uitstekend bij alle bezoekers. Alleen begon ik me na een tijdje wel af te vragen, waar in hemelsnaam in Antwerpen die opleidingsschool van die Luftwaffe-piloten wel was. Wacht nog even, ik ben er bijna aan met mijn cirkels, laat me nog even gerust. En dat, dames en heren wetenschappers, laat dat u een voorbeeld zijn van gedrevenheid voor de wetenschap. Rubens woonde op de Wapper. Breugel woont in de Lange Nieuwstraat, dat is 300 meter verder. En Coignet woont daar juist tussenin in de Huidewetterstraat, op 200 meter. Dus klein astronomisch foutje op de Braziliaanse vlag. En we gaan die ook zien met de wereldkampioenschappen voetbal, hè, deze jaar. Nu is het zover. Die gaan alle vier botsen. Heel dat heelal gaat uiteenspatten. Het Armageddon is er daar. Nu, in Franeker is er een zekere IJsse Eysinga. En IJsse is een autodidact. En hij gaat nu reageren tegen die paniek die daar gezaaid is in Franeker. Zo'n structuur, maar dan met allemaal koolstofjes rond, in zo'n vorm van voetbal, dat noemen ze fullerenen. Naar die fuller. Eigenlijk zou dat Bayersvelderienen moeten zijn. Ik heb getracht om binnen die 80 jaar de belangrijkste momenten in de geschiedenis van ons planetarium een beetje te duiden. Camille Huismans, burgemeester, politieker, minister geweest, heel lang burgemeester geweest in Antwerpen. En, belangrijkste figuur in dit verhaal, Willem Ekelers, schepen van onderwijs. We vermoeden dat hij in München geweest is, planetarium dat Roger er net heeft laten zien. Nou, we willen zo'n planetarium bouwen in combinatie met een grote nieuwe concertzaal in Antwerpen. Ekelers wordt uitgenodigd samen met architect Jan van Hoonakker. Gent krijgt 5 miljoen, Luik krijgt 5 miljoen. Wij hebben in Antwerpen 5 instituten van hoger onderwijs. En dan kunnen wij die 5 miljoen gebruiken voor een planetarium in Antwerpen. Het Albertéum of het Palais de la Science, het Paleis van de Wetenschap. Jammer, ik ken niks van financiën. Waarop Hendrik de Man antwoordt, jammer, ik ook niet. Koeien in de buurt van de apen die verspreiding van tuberculose konden tegengaan. Het gebouw, u ziet, het heet nog altijd de Melkerij. De provinciale afdeling Antwerpen van de VVS, de Société Royale d'Astronomie d'Anvers, volkserwacht van Antwerpen. De heer Van Gaal, die met toestemming van de groepering wordt aangenomen en erkend. Wijlen Ludo Vrulst, die heel wat themavoorstellingen gaat uitwerken. De verhuiswagen is eerst even tot in Lint gereden, tot de AED-studio's. We hebben de kerk in twee geknipt. Het is van de AED-studio's terug naar Urania gebracht. Dat een vaste koepel. En vaste zittingen op een manier dat we toch fiscale attesten kunnen afleveren. En de opbrengst van die veiling gaat dan ook integraal naar die inrichting van het planetarium. In 2020 bestaat Urania 50 jaar. De geschiedenis van Urania, bezorg ons dat. We gaan het kopiëren, digitaliseren en u krijgt dat terug. Er wordt zelfs gewerkt tijdens de receptie. Dat je van heel veel nieuwe dingen hebt staan, maar dan met een heel smal compact systeem. Ja, ik heb 5 frank moeten zijn, dat is allemaal betekend. Gisteren doe ik op een van de foto's. Ja, dat was niet zeker.